Welkom bij Vlogmas dag 22. Goedemorgen iedereen. Het is al Vlogmas dag 22. Ik kan niet geloven dat het al binnen 2 dagen kerstavond is. Het gaat zo snel. Maar ik kijk er wel echt naar uit. Ik voelde me deze nacht niet zo heel goed. Ik was heel misselijk. Ik had heel veel buikpijn. Dus ik heb niet zo goed geslapen. En ik heb vandaag best lang geslapen. Tot 11 uur of zo. Omdat ik me zo... wauw voelde. Maar oké. De katjes. Update. Hier ligt Muffin, daar is Milky en Sheldon ligt hier. Hé Shelly? Sheldon is wel al een beetje meer oké ermee, denk ik. Al blaast hij wel nog naar Muffin. Als Muffin in de buurt komt, dan blaast Sheldon even. Maar naar Milky wel niet, dus dat is al een goed teken. Ik ga het nog even wat tijd geven. Hopelijk gaat het beter. Ik heb net de adventkalenders open gedaan. In de Primark zat nagellak, zilver. Ik ga niet eens de moeite meer doen om het te laten zien. IKEA zat een chocolaatje. En de Body Shop zit een strawberry lippy. Dus voor op de lippen. Super tof. Chocolaatje ga ik opeten. Vandaag ga ik met Sam de Q&A opnemen. Kokos. En ga ik ook naar een event van Albert Heijn deze avond. Ik hoop dat het gaat lukken dat ik mij beter ga voelen. Want mijn maag is echt nog altijd niet zo goed. Ja, we zullen zien. En ik ga jullie natuurlijk weer meenemen. Ik voel mij ondertussen al een beetje beter. Ik heb gemonteerd vandaag. E-mails gedaan. Dat is het eigenlijk. Ik vraag me af wat ik voor de rest heb gedaan. YouTube-video's gekeken en zo. Maar het Albert Heijn-event gaat niet doorgaan. Want Nick had een verrassing voor Celine. Ondertussen weten we al wat het is. Maar ik weet niet of jullie het weten. Als hun video al online staat, dan kunnen jullie het daar wel bekijken. Ik ga het niet verklappen, want anders stel dat zij dat nog niet hebben gepost. Super cute wel. Maar dat betekent dus dat we niet naar het Albert Heijn event gaan. Dus ga ik met Sam deze avond eten bij Tokioto. In de plaats in Maastricht. Super fijn. Ik vind het wel fijn dat ik Sam eens mee kan nemen naar daar. Want ik ga daar kei vaak eten met Freya en Eva. Twee vriendinnen van mij. En ik dacht, ik wil eens gaan eten met Sam daar. Dus woehoe, dat gaat ook wel gezellig worden. Spijtig wel dat het Albert Heijn event dan niet doorgaat. Want dan kan ik dit niet opzetten. Zal ik dit aandoen naar Maastricht? Mooi. Ja? Mm-hmm. De mistletoe? Mm-hmm. Ja. Oh, je zit nat. Are you ready to rock? To eat, I mean, eigenlijk. Ja. Ik heb honger. Oh jong, hoe groot zijt je nu ineens? Ah, ik heb mijn hakjes aan. Is dat? Nee. Oh nee. Grapje. Mooi. You look so good, mister. But the fire is so delightful. Since we've no place to go. Niet daar al buiten. Let it snow, let it. Was het lekker? Zit je vol? Ja, ik ook. Oh. Ik zit ook echt super vol. Amai. Mijn broek laten zien. Ik heb daar een ding op. Ik heb mijn broek helemaal open staan.
Alrighty, schwaiti. We zijn gaan eten bij Tokioto. En nu gaan we nog iets drinken. Amai, ik zie het. Oh ja, ik ook. Komt er wel echt, hè. Dringend zonnebankske. Dringend zonnebankske. Dat is echt. Ik moet echt nog eens gaan met Celine. Ik ben al keilang niet meer geweest. Moeten we nog eens gaan. Dus nu gaan we nog iets drinken hier in Maastricht. We zijn even terug naar de auto gegaan. Gaan we naar daar dan? Ja. Voor de paraplu. Because it's raining a lot, hè. Ik wil niet nat worden. Want we gaan onze haren friseren, hè. En ik ben onscherp. Kijk hoe mooi hier trouwens. Wat? Wat zeg je? Oh, dat is. Wat, de paraplu? Ja. Oeh, ja. Amai, zo groot. Kijk hoe gezellig met alle lichtjes in Maastricht. Cute. En er is echt letterlijk niemand hier, hè. Nee. Het is best rustig. Het is heel rustig. Ja, ga daar niet door dan. School. Tjing. We gaan de Q&A doen nu. We zijn terug van het eten. Dus hier komt het, hè. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Ik ga de vragen aflezen van onder YouTube. Ik ga ze niet allemaal beantwoorden, want er zijn er 90 of zo en dan zijn we nog 3 uur bezig. Een vraag die ik heel veel voorbij zag komen, hoe hebben we elkaar teruggevonden? Mm-hmm. Ja, eigenlijk hebben we elkaar niet echt teruggevonden, toch? Ja, ik weet niet. We hebben eerst niet zoveel contact gehad, dan in één keer terug wel. Terug beginnen sturen. En eigenlijk op Pukkelpop hebben we elkaar, terug gezien. Want toen zei Celine tegen mij, stel als je Sam terug tegenkomt, wat zou je dan doen? En ik zei, ik weet het niet. En we lopen binnen en recht voor mijn neus stond Sam. Niet gepland, hè? Niet gepland. En toen zijn we eigenlijk die eerste avond de hele tijd samen gebleven. Ja, toch een uur of twee of zo. Hè? Ja, en dan terug goed gebabbeld en zo. Ja. Dus ja, eigenlijk Pukkelpop waar we elkaar gezien hebben, maar sturen, ja, deden we de laatste tijd wel al. En ook, we hebben nooit echt alle contact verbroken. Shell is een kontje. Ah, wil je niet dat Shell een seconde in beeld komt? Shelly, kom zitten. Dus ja, we hebben nooit alle contact echt verbroken eigenlijk, hè. Want ik moest... Oei. Sst. Muffin zit onder de tafel. Ze zijn nogal niet zo goed bevriend, hè. Nee. Wat ik ook nog heel veel voorbij zag komen, is wanneer ik ga verhuizen en als ik nog wel ga verhuizen naar... Sheldon. Als ik nog wel ga verhuizen naar mijn appartement, of dat we direct gaan samenwonen, ik ga sowieso nog verhuizen naar mijn appartement. Ik ga op mijn appartement wonen, Sam blijft hier wonen, in dit huis wat we ooit samen hebben gekocht. En ik denk gewoon dat we, zoals we nu doen, dat ik soms eens naar hier kom of Sam soms naar mij. Allee, nu komt Sam niet naar mij, dat zou maar raar zijn. Hmm. Ja, dan kan dat dus wel, hè. De volgende vraag is, hoe reageerden Nick en Celine aan je ouders toen je het hen vertelde? Ja, Nick en Celine, die hebben eigenlijk alles gevolgd. Die waren, ja, dat is mijn beste vriendin. Jullie vertellen alles dus, tegen elkaar. Ja, ik weet niet. Die wist ook wel dat ik Sam heel vaak miste en zo. Dus die keek daar niet raar van op. Die was heel blij dat dat terug goed kwam. Die waren heel blij. En Nick en Sam kunnen ook wel heel goed opschieten. Dus dat is ook heel fijn. En de vestbump naar mijn bro Nick. Naar je bro Nick. Yes. En... mijn ouders waren heel blij. Mijn ouders reageerden eigenlijk echt zo heel gewoon. Alsof er niks gebeurd was. Want ik zei van... ja, we gingen eten in de chalet bij mijn papa. En ik zei, ik neem Sam mee. En toen zei ik, ja, we moeten iets zeggen. En toen zei papa, ja, wat? Ik zeg, ja, we zijn terug samen. En toen zei papa... Nee, zelfs dat heb je niet gezegd. Je zei gewoon, ja.
Ben ik een BLO of wat? Zei die. En we, die doen gewoon terug gewoon. Maar Sam heeft ook mijn ouders wel nog vaker gezien in de periode dat we uit elkaar waren. Ja, in de 2 jaar, ja. Omdat we, ja, we waren 9 jaar samen van ons 15 en Sam was eigenlijk kind aan huis. Dat waren uw tweede ouders. Dus Sam heeft mijn ouders nog wel vaak gezien. Ja. En ook onze ouders zijn heel goed bevriend. Mm-hmm. En hoe reageerden uw ouders? Ook in het begin was het even zo... Niet moeilijk, maar hebben ze het wel leren accepteren. Ja. Ze zijn er nooit kwaad om geweest of zo. Want helemaal. Ik heb natuurlijk Sam gekwetst. Hè. Ik heb het gedaan gemaakt en ik was niet veel later samen met Geert. Dus. Maar zij zagen direct aan mij hoe gelukkig dat ik met heel de situatie was. En ze kende Thalisa super goed en ze weten hoe een fijn en lief meisje dat is. En dat bewijst ze nu maar dubbel zo goed. En die zijn natuurlijk echt super, super blij voor ons. Ja. En ik zag ook nog heel veel mensen vragen waarom dat ik dan zoveel zenuwen had om zijn ouders te ontmoeten, omdat dat toch niet nieuw was. En dat is waar, maar ik heb zijn ouders in 2 jaar eigenlijk niet meer gezien. En ja, ik heb natuurlijk hun zoon wel hard gekwetst toen. En voor ouders is dat niet gemakkelijk, dus ik wil me wel heel graag bewijzen en ik wil laten zien dat ik het heel goed meen en dat ik echt moeite wil doen. Je hebt dat goed gedaan. Ja? Ja. Maar echt, de eerste minuut dat ik daar terug binnen wandelde, was dat heel gewoon terug als vroeger. Ja. Echt, ja. Ik zag ook veel vragen van de katjes. Als Milky en Muffin fulltime hier komen wonen. Nu, momenteel, zijn die dus hier. Maar... die gaan wel binnenkort dan mee naar mijn appartement, Milky en Muffin, en Sheldon blijft dan hier. Ja. En ja, we gaan dan eigenlijk nog wel zien wat we gaan doen. Er zijn mogelijkheden genoeg als we nog... dit verhuren en daar gaan wonen of andersom, of dat gaan we wel zien. We zien wel. Ja, in het begin gaan we sowieso elk ons eigen stekske hebben. Ja. Nog iemand vraagt, hoe lang zijn jullie nu al terug samen? Pjoe. September ergens? Ja. Nee. Oktober. Denk ik. Einde september. Daar stond eigenlijk ook geen datum op. Nee. Of zo. We hebben eind september denk ik terug afgesproken en een paar keer gedate en zo. En ja, dat zat terug heel goed, hè. En op Pukkelpop voelde dat wel al. We hebben toen heel veel gebabbeld en zo. Ja. Toen was het voor mij nog zo'n beetje te snel, even. Ja, voor allebei, hè. Ja, voor allebei. Het was fijn elkaar terug te zien, maar direct is te beginnen. Ja. We waren zo slim om niet direct erin te vliegen. Ja, inderdaad. We zijn ook nog op vakantie geweest en zo, apart dan. En we hebben gewoon rustig op ons af laten komen. En ja, ook pas eind november denk ik dat we dat echt hebben gezegd tegen de ouders tegen en zo allemaal ouders. En de vrienden. Ja. Dus ja. Dan Luca Wijnen vraagt, wat hebben jullie op jullie eerste nieuwe date gedaan? Dus toen jullie weer bij elkaar waren. Dat was hier. Ah, ja, want jij kwam toen van een vakantie en je ging normaal vroeger thuis zijn, maar je had vertraging. Dus Sam was later thuis en toen hebben we maar gewoon hier afgesproken. Ik was pas om 9 uur 's avonds of zo thuis denk ik. En toen ben je direct na 9:30 of zo naar hier gekomen en toen hebben we hier... Hebben we eigenlijk gewoon heel de tijd gebabbeld. Heel de tijd gebabbeld. Nee. Sushi gegeten, sushi want je had gegeten, sushi besteld. En heel de tijd gebabbeld. Ja. Dat was het. Waarom waren we uit elkaar gegaan na 9 jaar? Ja, het zat sowieso niet juist, hè. Ja, het was wel... Het gaan ze even recht zetten, zo. Maar het pas serieus. Op, van je hoofd gaat uit beeld. Nu wordt het serieus. Ja, het zat gewoon, denk ik, op het laatste sowieso echt niet meer goed. Hmm. We hebben elkaar heel vaak verstikt. Wel, alleen zo... Ja. Alleen zomaar oog voor elkaar en niet meer met vrienden of vriendinnen weggaan of niks. En... We deden niks anders dan thuis zijn in de zetel met elkaar. En alles opgeven voor elkaar. Ja, en alles opgeven, laten vallen. Alles doen voor elkaar. En alles was ook vanzelfsprekend geworden. Bijvoorbeeld, Sam doet heel veel voor mij. En dat was voor mij zo vanzelfsprekend dat
Sam echt alles deed. Ja. Dat ik gewoon maar moest zeggen, ga dit doen of doe dit of haal dat voor mij of haal hier. En dan op een gegeven moment denk ik, ben ik veel meer op stap beginnen te gaan. Ineens zo, ja. Precies zo dat dat nodig was of zo. Omdat we dat nooit echt deden. En dan ben ik heel veel op stap beginnen gaan. Jij voelde je verstikt. Verstikt. Je zat altijd maar hier. En dan nee, we hebben ze je mee buiten getrokken, zal ik zeggen. Toen is dat... Toen ben ik heel veel op stap gegaan. Ja. En dan zijn we zo'n beetje naast elkaar beginnen leven, eigenlijk. En dan... In plaats van dat aan te pakken, hebben wij... Heb ik gezegd... Ja, hier stopt het eigenlijk dan toen. Ja. En ja, toen heb ik ook Geertrek leren kennen. En in plaats van eraan te werken, heb ik gewoon gezegd, we stoppen ermee. En we hadden er beter toen aan gewerkt. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Maar we zijn wel echt allebei... er heel zeker van dat dit wel ons heel goed heeft gedaan. Voor allebei, ja. Voor allebei, ja. Want ik heb wel ingezien wat ik had aan Sam. Hoe dat ik mij gedraagde tegenover Sam. Ik was echt een trut, heel vaak. Ik verwachtte echt alles. En als Sam iets niet voor mij deed of niet ging halen, dan werd ik kwaad. Ik was echt een trut. Echt waar. Ik was dat zo gewoon. Ik stuurde dan van, ah, breng je dit mee? Of breng je dat mee? En als hij dat dan niet deed of zo, of eens vergeten was, dan was ik echt kwaad. Ik nam zo alles. Het is geven en nemen, maar ik nam alles. En ik deed eigenlijk niet echt veel terug. Sam deed alles voor mij, maar ik deed bijna niks terug. Voor Sam. Nu zit je dan... Je moet niet overdrijven. Het is niet dat je niks terug deed, hè, maar... Ja. Het was gewoon heel snel, voor de kleinste scheet was er ruzie of waren we... Ja, ruzie nog niet eens, want maar jij maakte geen ruzie, hè. Nee, ik probeerde ik ruzie te vermijden. Ik zei gewoon, ik was kwaad, maar jij slikte maar. Onderdrukte alles, ja. Onderdrukte alles. En toen is dat een beetje gebarsten, denk ik. Ja, ja. En dat hebben we wel beseft, dat we dat echt anders moeten aanpakken. Allee, ik heb dat ook echt beseft, dat ik wat ik had echt goud was. En... In plaats van te slikken, praat erover. Ja, ook. Laat dat zien als er iets niet juist maar is. Maar ik praat, maar jij niet. Maar... Nee, ik, dat bedoel ik. Ik praat niet. Ik zei niks. Ik zei niet als er iets op mijn leven ligt. Ja, dat is waar. En dat is ook echt wel heel hard. Sam is heel hard veranderd. Muffin. Oh, Muffin gaat dat ding omgooien, denk ik. Oh nee. Maar Sam is heel hard daarin veranderd. Je bent ten eerste veel opener geworden. Veel opener, veel zelfzekerder. Je zegt wat er op je leven ligt. Je bent veel zelfzekerder, want je was heel vaak heel stil en onzeker. En nu ben je veel zelfzekerder. Dus dat is ook wel goed geweest aan die 2 jaar. En ik denk gewoon dat we allebei sterker zijn geworden. En dat we hebben ingezien wat we moeten veranderen. En waarom dat we zo graag wel bij elkaar willen zijn. Want we waren ook wel echt best friends, nu nog. Hè? Mm-hmm. We zijn echt wel beste vrienden ook en ik denk wel dat dat belangrijk is. We kunnen echt ons eigen zijn. Met benefits, hè. Met benefits. Ja. Ja. Dat is ook waar. De katjes zijn de benefits, hè. Ja. Oké. Okay. Dan vraagt Chaima Ubaibra, denk ik. Waar hebben jullie elkaar voor het eerst leren kennen? Dus ik veronderstel dat ze bedoelt allereerst. 11 jaar geleden. Ja. Ja! In de zomer van 2006. 2006! Ik weet nog heel goed, 15 augustus 2006. Dus dat is al binnen een half jaar, is al 12 jaar geleden. Ja, echt waar. Shit, man. Dat is kei lang. Ja. En we hebben elkaar leren kennen in Beverlo op de Halfoogstfeesten. Sam was het liefje van een meisje die bij mij op een scout zat, eigenlijk. Het liefje, ja, we waren 15. Maar ja, het vakantieliefje van iemand die bij mij op een scout zat. En ik was daar met de meisjes van de scouts, dus met Céline en zo. En ik weet nog heel goed dat ik toen tegen Céline zei, die wordt voor mij. Die past toch veel beter bij mij, hè? En
de volgende dag of zo heeft dat meisje het gedaan gemaakt met u. Uh-huh. En toen zijn wij zo op Noxa, denk ik. Hè? Noxa, ja. Op Noxa, dat was toen zoiets als Facebook of ASL vroeger en zo. Maar dan voor de alternatieve dingen. Ja, kent iemand en voor dan de nog? Coole mensen. Als je dat nog kent, laat het weten. Ja, zet in de comments als iemand Noxa kent. Ik denk echt dat niemand dat gaat kennen. Het was echt zoiets alternatief. Ja. Maar dus daarop zijn we toen beginnen sturen en zo. Mm-hmm. En dan hebben we elkaar één keer in september gezien. Op, ja, een, op zo'n feestje optreden. En, maar ja, toen was jij nog met dat meisje van de scouts daar. Heel raar eigenlijk. Want jullie waren elkaar, maar ja, alleszins. En ik mocht van mijn ouders niet naar Sam gaan, omdat ik nog maar 15 was. En waarom mogen naar mij komen? Om te leren drummen, want Sam was drummer altijd. Ja. En, dat was het excuus, hè? Ja, ik ging leren drummen bij Sam, maar ik mocht niet van mijn ouders. En toen heeft uw mama gebeld naar mijn mama, die kende elkaar toen nog niet. Of ik, ja, naar u mocht komen, mm-hmm, om te leren drummen. En toen, toen zei mijn mama, ik wil niet dat Thalisa naar u komt, ja, naar vreemde jongen. Die hebben toch kei lang gebeld? Ja, die hebben toen echt kei lang gebeld, want ik zat boven op mijn kamer en ik zat maar te sms'en naar Sam van, en weet je wel iets? Wat zeg je? En Sam zei heel tijd, ja, die is nog altijd aan het bellen. Dus, oh. Ja. En toen mocht Sam dan wel naar mij komen. Maar ja, ik had geen drum natuurlijk. Ja, dus dank u mama's van ons, ja, om alles te regelen. Ja, dank u regelen. Mama om naar mijn mama te bellen, want anders dan mocht dat waarschijnlijk nooit. I love you. En nu, I love you, ja. En nu zijn die echt goede vrienden. Ja. Oké, dan is er ook een heel random vraag die hier niks mee te maken heeft, maar Noor van Hoeidonk zegt, ik vind dat je hart op Celine van Night Family lijkt, ook van stem. Klopt dat of echt helemaal niet? Celine van Nice Family is mijn beste vriendin, voor als je dat niet weet. En veel zeggen wel dat we heel hard op elkaar lijken. Vaak vragen ze tweeling of zussen. En veel zeggen ook dat onze stemmen op elkaar lijken. Mm. Maar dat is misschien omdat van 10 jaar zijn we echt al beste vriendinnen. En we zijn echt heel vaak samen en heel... Ja, altijd heel vaak samen geweest. Dus misschien neem je dat over van iemand. Ik weet het niet. Maar dus, dat klopt. Valerie Buschots vraagt, ziet Sam het zitten om vaak in je vlogs te komen en eventueel zelf de camera eens over te nemen? Of wil hij liever een beetje op de achtergrond blijven? Heel uw leven staat op de voorgrond, denk ik. En ik denk dat ik wel een groot deel van Thalisa's haar leven uit deel maak. Ja. Dus ja... Dus hij kan niet anders, hè? Ik heb geen keuze, hè? Nee, ik denk het wel. Hoe meer dat wij gaan samen zijn, hoe vaker dat ik er waarschijnlijk ga inkomen. En... Ja, en zou je zelf de camera ook eens nemen? Dus, ja, is dat tof? Ik weet dat niet. Oeh, denk het jawel, wel. Ik denk dat ze dat wel tof vinden. Zie je dat tof vinden? Ja, zouden jullie dat leuk vinden als Sam ook af en toe eens vlogt of zelf de camera houdt in de plaats van ik altijd, bijvoorbeeld? Laat het weten, hè, in de comments. Dus ja, misschien wel. We zullen wel zien. Hè. Ja, sowieso gaat je in de vlog zitten, denk ik. Waarschijnlijk. En ja, je gaat denk ik niet alleen op de achtergrond hangen. Nee. Oké, Sophie Messens vraagt, is het niet super irritant dat je nog steeds in één huis woont met Geert? En ik zag ook dat mensen dat vroegen als jij dat niet ambetant vindt. Ik heb daar eigenlijk niet echt veel problemen meer mee, omdat ik heel veel hier ben ten eerste. En ten tweede ook omdat ik Geert eigenlijk niet veel zie. Als ik daar ben, dan is die er vaak niet. En andersom, dus ik zie die misschien 1 keer om de 2 weken of zo. En zoals ik al eens heb gezegd, we hebben geen ruzie of zo. Dus ja, Dat doet mij eigenlijk niks, dat interesseert me eigenlijk niet heel veel. Dus ja, nee, voor mij is dat niet zo'n probleem. Voor mij? Ja? Ik weet niet, ik trek me eigenlijk vrij weinig aan, denk ik. Ik zit er niet, eigenlijk helemaal totaal niet meer in mijn hoofd. Ja. Ik concentreer me gewoon op de tijden die we samen hebben. Ja, en dat is ook wel het belangrijkste, denk ik. Ja, ja.
Maar dat is nu eenmaal zo, ik moet daar ook nog dingen regelen. Dus dan, dat is nu eenmaal de situatie. Ik kan er niet onderuit, dus ja, so be it. En Sam neemt dat wel goed op. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Ik vind dat niet fijn. Maar nog even en dan is allemaal achter de rug. Wat was dat zelfs? Ja, dat is achter de rug. Ah ja, achter de rug. Achter de rug. Dat is allemaal achter de rug, hè. Ilse Stokman vraagt, hoe lang zijn jullie nu samen en wonen jullie dicht bij elkaar? Ja, hoe lang zijn we samen? Als we niet uit elkaar geweest waren, waren we nu 11 jaar samen. Maar we zijn 2 jaar uit elkaar geweest. Ik weet eigenlijk niet hoe dat we dat gaan tellen. We zijn dus 9 jaar samen geweest. We beginnen terug vanaf 2 jaar uit elkaar geweest. Dus eigenlijk zeggen we nu, we zijn 9 jaar samen. Oké. Okay. Of niet? Oké. Okay. Ja, een boer. Dat was een boer. En wonen we dicht bij elkaar? Ik ben bijna constant hier de laatste tijd, dus nu wel. En ik woon nog in Bilzen momenteel. Dat is ook dichtbij. Dat is 10 minuten, een kwartiertje. Ja, een kwartiertje of zo. En als ik ga verhuizen, ga ik naar Beringen. Sam woont trouwens in Hasselt. Dat is ook een kwartiertje dus of zo. Dat is ook een kwartiertje, dus ja. Dat is dicht. Niet ver, hè? Nee. Dan zegt Sabine Dijk, heb je in de tijd met Geert ook contact gehad met Sam? Ja, daar hebben we het al een beetje over gehad. Natuurlijk, zeker in het begin, voor bepaalde dingen met het huis en met spullen en zo hebben we contact gehad. Mm-hmm. Dan is dat even verwaterd zo. Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik dat gevraagd, hè. Sam had eigenlijk mij gevraagd om hem met rust te laten. Ik stuurde te veel. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik wou heel graag dat contact niet kwijt, want ik wou heel graag vrienden blijven, maar ja, voor Sam ging dat niet. En toen heeft Sam gezegd dat ik hem met rust moest laten. Mm-hmm. Dus heb ik dat ook gedaan en dan hebben we elkaar wel een tijd niet gehoord. Mm-hmm. Dus, vrij weinig. Ja. Helene Verslegers vraagt, hebben jullie een kinderwens? Oh Erik, doe rustig! Oké, echt de laatste vraag nu. Als Sam een andere relatie heeft gehad of geprobeerd of zo in de voorbije 2 jaar? Nee, ik heb geen relatie gehad. Ik heb wel geprobeerd om verder te gaan, maar ik denk onbewust dat dat is blijven hangen ergens. Ja, ik weet niet. Ik heb dat niet... Ja, zeg het maar gewoon, dat ik altijd een ware ben geweest voor u, dat je mij nooit kon vergeten. Ik heb geprobeerd verder te gaan, maar het is niet gelukt. Je was altijd aan mij aan het denken. Wow. Dat was dus de Q&A. Ik denk dat het een vrij lang is geworden. Dank u om de Q&A mee te doen. Graag gedaan. Zo hebben jullie ook Sam een beetje beter leren kennen en onze relatie. Mm-hmm. Ja. Wilt je nog iets zeggen? Nee. Okay. Ja, je zult nog wel meer over ons zien vanaf nu. Ja, sowieso. Woehoe. En onze shipnaam is trouwens Tally Sam. Onze wat? Ja, tegenwoordig noemen ze dat een shipnaam. Ship? Als je die zo shipt, als je die samen wilt zien, je wilt dat die een koppel zijn. We zijn eigenlijk al altijd Talisam geweest, hè. Aha. Van Talisa, is Talisa en Sam in elkaar. Snap je? Voor de mensen die het niet Talisa snappen. Dat hadden ze niet verwacht, jong. Oké, wij gaan slapen. Mm-hmm. Doe zeker thumbs up als jullie deze video leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie morgen weer. Want morgen doen we Talisam kerstfeestje. Woehoe! Slapen! Jokkes!